Hierachter zien we project Schelde. In 2010 is de bak eigenlijk ontworpen om jachten te water te laten. We hebben een heel mooi project binnengekregen in Vlissingen om de komende 5 jaar voor een groot aantal jachten te water te laten. In Raster werken we voor een divers aantal klanten. Veel in de oil- en gasindustrie, heavy lifting, foodindustrie. Er komen een hoop verschillende branches langs. En, ja, de diversiteit aan projecten bij Raster maakt het wel een hele leuke werkgever om voor te werken. We hebben een heel sterk team. We zijn niet een heel groot bedrijf, maar we doen wel grote projecten. Omdat we een groep aan specialisten zijn. Daardoor kunnen we best wel coole projecten voor elkaar krijgen. Iedereen is naast technisch sterk ook sociaal sterk. Iedereen is in staat tot het trekken van een project in zijn eentje. Voor dit peloton hebben we de complete besturing gedaan en de visualisatie, zodat de operators dit peloton gecontroleerd kunnen laten afzinken. In zo'n project kom je allerlei soorten programmeeromgevingen tegen en ja, dat maakt het uitdagend. Raster is een tijd geleden overgenomen door ICT Group. Binnen ICT Group, naast dat we steun hebben vanuit een grotere organisatie, dus op softwarepakket geeft dat voordelen en qua trainingen geeft dat voordelen. En Raster doet de automatisering van de industriekant, dus smarte industries. En daar is nou, Mammoet een mooi voorbeeld van, een mooie klant. Ja, Raster is een ICT Group company. Ja, dit is uiteindelijk als je bij Raster werkt, dan werk je eigenlijk voor hele speciale projecten, speciale klanten. En dat zie je eigenlijk pas als je dan ja, bij zo'n project staat, van hoe bijzonder uniek dat we dit mogen doen in deze wereld. Wat gaaf is aan Raster is dat het je naar ja, best wel gave plekken brengt, zoals hier in Schiedam bij Mammoet. Dus je bent niet alleen maar achter een laptop bezig, maar je ziet ook je eigen werk werkzaam in het echt. Dat geeft veel voldoening en dat is het leukste moment van het project.